Hoi, leuk dat je kijkt naar RTL Z. Ik wil het zo vlak voor het weekend nog even met je hebben over Shell. Want de druk op Shell neemt steeds meer toe. Er dreigt een rechtszaak van Milieudefensie en zo'n 10.000 burgers. En dinsdag doen aandeelhouders van Shell hun zegje over de al dan niet duurzame koers van het bedrijf. En hier naast mij zit Mark van Baal van Follow This. Goedendag. Een groene beleggersbeweging binnen Shell. En dinsdag ligt jullie voorstel, hè, een resolutie heet dat dan in beursstijl, op tafel tijdens de aandeelhoudersvergadering. Kan je kort uitleggen wat er in dat voorstel, in die resolutie staat? Ja, nou, in onze klimaatresolutie staat simpelweg Shell stelt doelen die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. Ga meedoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Oké, nou dat lijkt me dan voor Shell geen probleem, want die hebben gezegd wij steunen Parijs, toch? Wij omarmen Parijs, wij verwelkomen Parijs, maar we committeren ons niet. Maar ze zeggen ook, dat vind ik iets heel bijzonders, sinds dit jaar zeggen ze, wij zijn ambitieuzer dan jullie, dan Follow This. Ons voorstel, wat wij hebben gedaan, dus Shell heeft gedaan, is ambitieuzer. Klopt dat? Ja, dat is wel heel brutaal. Vorig jaar was onze resolutie nog onredelijk, letterlijk. Mm-hmm. Shell zei, wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de CO2 die jij uit je auto laat komen, zeg maar. Dat doen onze klanten, daar nemen we geen verantwoordelijkheid voor. Toen die resolutie behoorlijk goed gesteund werd vorig jaar, hebben ze iets moeten doen, hebben ze aangekondigd, wij nemen wel die verantwoordelijkheid. En nu zeggen ze, ja, die resolutie is nu eigenlijk onnodig, want wij zijn progressiever dan Follow This. Maar op wat voor manier zeggen zij dan dat ze progressiever zijn? Ja, ze hebben een iets bredere scope, zoals het in jargon heet, dan waar wij minimaal om vragen. Maar voor de rest is het op geen enkele manier ambitieuzer, want het is nog niet in lijn met Parijs. Vandaag was er ook een opiniestuk van Marjan van Loon van Shell in het Financiële Dagblad. En daarin zegt ze, kijk eventjes mee, de resolutie van Follow This isoleert Shell van de rest van de wereld door ons in steen gehouden doelen op te leggen. Dat klinkt heel dramatisch, maar ze zeggen eigenlijk, het maakt ons minder flexibel als wij doelen gaan stellen waarvoor we worden afgerekend daarna. Ja, de Parijsdoelen zijn inderdaad in steen gehouden. Daar hebben bijna alle landen in de wereld voor getekend. En daar heb je mee te leven als bedrijf. De Parijsdoelen zijn in steen gehouden. En het enige wat wij vragen is, doe mee aan die Parijsdoelen. Ja, wat Shell eigenlijk zegt hiermee is, wij willen flexibel blijven. Wij willen ook in een wereld die Parijs niet haalt, willen wij succesvol zijn. En hoeveel steun hebben jullie inmiddels? Welke bedrijven doen al mee? Nou, vorig jaar hadden we ruim 6%. Dat was, in die wereld is dat een enorm sterk signaal. Vandaar dat Shell erop gereageerd heeft. Vandaar dat ook weer deze brief in de krant staat. Maar we hebben in ieder geval Aegon heeft nu dit jaar voor het eerst gaan ze voorstemmen. Dat hebben ze ruim van tevoren aangekondigd om andere beleggers ook over de streep te trekken. Okay. Om te laten zien van, kijk, zo moeilijk is het helemaal niet om het Shell-bestuur tegen te spreken. En met een hele goede uitleg. En die uitleg is, wij beleggen geld voor mensen, voor pensioenen, voor spaargeld. En dat geld kan alleen renderen in een wereld waarin klimaatverandering stopt. Oké, maar Aegon doet dus mee? Maar Aegon doet mee, Axiom doet mee, een paar grote pensioenfondsen, detailhandel. En op welk percentage reken je ongeveer? Dat is heel erg moeilijk te zeggen, omdat Shell een hele agressieve campagne heeft gevoerd. Vooral bij de voorstemmers van vorig jaar, van laat ons nu alsjeblieft met rust. Dus het is heel moeilijk te zeggen. We hopen te groeien. Ik denk dat meer dan 10%, opnieuw een verdubbeling, hè, we zijn vorig jaar verdubbeld, dat al een heel groot succes zou zijn. Ja. Omdat beleggers het gewoon heel moeilijk vinden om het Shell-bestuur tegen te spreken. Maar sommige mensen zullen dan zeggen, ja, 10%, dan is het dus 90% er nog steeds niet mee eens. Ja, nou ja, TCI kreeg ABN AMRO in 3 stukken met 1%. Dus 6% is in deze wereld al een heel erg sterk signaal. Okay. En meer dan 10%, dat zou echt heel erg dramatisch voor Shell zijn. Nou ja, nu weten we wat Shell niet wil, hè? Ja. Maar laten we nu eens gaan kijken wat ze wel willen. Dus hoe groen is Shell nu? Ja. En hoe groen willen ze, hoe snel willen ze vergroenen in de toekomst? Ja. En laten we beginnen met hoe groen is Shell nu? En als je alleen reclames van Shell kijkt, dan krijg je dit beeld. Het aantal voertuigen op onze wegen neemt nog altijd toe. Daarom werkt Shell aan schonere manieren voor mensen om zich te verplaatsen. Zoals auto's die rijden op waterstof. Ik ben er heel trots op dat Shell vandaag hier de Bright Ideas Hub in Rotterdam start. I thought, what if we could do something meaningful with that waste? Nou ja, als ik dit zie, dan denk ik, Shell is lekker bezig. Ze zijn echt aan het vergroenen. Ze zijn enorm goed bezig met een PR-campagne om de wereld te laten denken dat ze aan het vergroenen zijn. En dat is ook een beetje het issue op dit moment. Dat Shell het echt als een communicatieprobleem ziet, in plaats van een ingenieursprobleem.
Ze hebben gewoon 90.000 hele slimme mensen die die problemen kunnen oplossen. En wat doen ze? Ze gaan heel hard communiceren. We gaan het nog één keer uitleggen. Maar laten we dan even niet naar het beeld kijken en de PR-campagnes, maar de daadwerkelijke harde knaken. Ja. Hoeveel procent investeert Shell in duurzame energie? Dat is heel moeilijk te zeggen, wordt niet gepubliceerd, maar een paar honderd miljoen per jaar. Klinkt als heel veel, maar op 25 miljard is dat minder dan 1%. Maar zij zeggen, hè, we gaan vanaf nu, zeg maar tot aan 2020, gemiddeld 1 tot 2 miljard jaarlijks investeren in duurzame energie. En dan zie je dit, misschien, ik heb een cirkeldiagrammetje meegenomen. Ja. Nou, dat is nog heel veel rood, maar toch wel al iets meer groen dan voorheen, dan die 1% waar je het eerder over had. Dus het begint wel te groeien, zullen we maar zeggen. Ja. Dat klopt. Maar dit is alleen de investeringen. Dit zijn de investeringen voor de energieproductie over 20 jaar, zeg maar. Dus 92%, meer dan 24 miljard, gaat nog steeds naar nog meer fossiel zoeken. Nog meer fossiel produceren. Maar als het aan jou lag, je was de baas van Shell, hoeveel procent zou het dan nu zijn? Nou, dat moet zo snel mogelijk naar nul natuurlijk. Dus Shell zal nog steeds heel veel operationeel geld moeten uitgeven. OPEX heet dat in jargon volgens mij. Maar dit is de CAPEX. Dit zijn echt de investeringen. Mm-hmm. Ja, die moeten in een aantal jaar omgebogen worden. In plaats van het zoeken naar olie, het zoeken naar gas, het zoeken naar nieuwe businessmodellen. Want dat vergeten we heel vaak. De techniek is er, hè. Die zonnepanelen zijn er, die windturbines zijn er. De zon levert in een uur genoeg energie om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dus het is technisch geen probleem, het is economisch geen probleem. Alleen, welke businessmodellen horen daarbij? Ja, dat is de grote vraag. Maar die kun je alleen ontdekken door dat te gaan proberen. Shell boort nu naar olie en af en toe zitten ze ernaast op de Noordpool 10 miljard weg. Zo zullen ze ook moeten gaan boren, laten we die metafoor dan maar gebruiken, naar nieuwe businessmodellen. Uitproberen. En soms zal het succesvol zijn en soms niet. Ja. Maar het is zeker dat die 92% daarvan heel veel verloren zal gaan in stranded assets. Er is een Britse drinktank die heeft nu al uitgerekend dat 2/3 van alle bewezen reserves in de grond moeten blijven. Wij hebben dus inderdaad gevraagd, wat waren jullie exacte investeringen in 2017? Ja, ja. Dat willen ze dus allemaal niet zeggen. 1 tot 2 miljard gemiddeld jaarlijks tot aan 2020. Dat zou ook kunnen betekenen, zeggen ze dan als kanttekening. Hè? Bijvoorbeeld in 2018 0 euro en in 2019 4 miljard. Ja. Maar in principe dus dat gemiddelde. En zij zeggen, ja, maar met die 1 tot 2 miljard investeren wij veel meer in duurzame energie dan de meeste andere bedrijven. Dus wij zijn eigenlijk best wel goed bezig. Ja, als je het grootste bedrijf ter wereld bent, is het natuurlijk makkelijk om meer te investeren dan de meeste andere bedrijven. Alleen, ja, laten we eerlijk zijn, meer dan 90% gaat nog steeds en gaat zoeken en het exporteren en het in productie brengen van nog meer olie en gas. En dat is echt op rampkoers met het klimaatakkoord. Ja, maar als we het dan hebben over vooruitgang van Shell, die is er misschien wel toch een beetje als die vergroening dan vooruitgang is. Want ze hebben geïnvesteerd in Husk, een zonnepark in Australië. Ze hebben een laadpalenaanbieder, New Motion, hebben ze overgenomen. Ja. Dus er worden wel stapjes gemaakt. Shell is absoluut aan het investeren en doet goede dingen. In 2015, toen wij begonnen, deden ze helemaal niets. Was het antwoord gewoon, follow this, sorry. We gaan niet in gesubsidieerde business. En voorlopig hebben we heel veel olie en gas nodig. Dus het denken is veranderd. Alleen Shell gaat er nog steeds vanuit dat we in 2070 nog 50 tot 60 miljoen vaten olie per dag nodig hebben. Ja, daar gaan we nu naar kijken. Hè? Want we hebben net in kaart gebracht hoe duurzaam zijn ze nu, of hoeveel investeren ze nu in duurzaam. Ja. Eens kijken, wat zijn ze nou van plan in de toekomst? Daar hebben zij onlangs een plan voor gepresenteerd. Ze willen 20% minder CO2 uitstoten in 2035 en 50% minder in 2050. En dit gaat dan over Shell zelf, de eigen raffinaderijen. En de CO2-uitstoot die voortkomt uit je auto. Ja. Lijkt me best ambitieus of toch niet echt? Nou, laten we vooropstellen, het is echt industry leading om te zeggen, wij nemen verantwoordelijkheid voor de uitstoot van jouw auto, van onze klanten. Dus dat is echt een hele grote stap. Alleen als je dan kijkt hoe ze dat invullen, 50% in 2050 en slechts 20% in 2035. Dat kun je halen door een beetje olie naar gas te verschuiven. Dus daar hoef je niet veel in duurzaamheid te zetten. Dus zo'n grote stap is het niet, zeg je? Het is eigenlijk het feit dat ze de stap hebben gezet is heel groot. Alleen de stap is heel klein. En de ambitie is gewoon lager dan Parijs van ons vraagt. Ja, want laten we dan kijken naar wat ze voor visie hebben op het gebied van CO2-uitstoot wereldwijd. Daar hebben ze ook een rapport over gemaakt. Ja. Kijk, en dan zie je hier, dit is niet CO2-uitstoot, maar de productie van olie, gas en kolen. Hier zie je dus dat, terwijl alle wetenschappers, of de meeste wetenschappers zeggen, we moeten nu zo snel mogelijk ombuigen,
dat Shell zegt, nee, voorlopig gaan we nog veel meer olie, veel meer gas. Ja, want je ziet tot 2030, 2040, ja, nou, dan gaat het een keertje naar beneden. Ja, ja. En zelfs zie ik dan in 2100, dan ben ik er niet meer, denk ik, jij ook niet. Maar dan zijn er nog steeds kolen, gas en olie. Dus dat fossiel blijft nog best wel belangrijk in het toekomstbeeld van Shell. Ja, dus het Shell-bestuur kan zich niet voorstellen dat we van olie en gas af kunnen binnen 100 jaar. Ja, en er zijn heel veel mensen die zeggen dat het wel kan. Maar is dit in lijn met Parijs? Nee, dit is, nou ja, dit, kijk, je kan alles in lijn met Parijs brengen, theoretisch. En dit gaat ervan uit dat vanaf 2070 dat we heel veel CO2 uit de lucht gaan halen. Hoe, dat weet ik nog. CO2-opvang? Ja, of uit de lucht, nee, gewoon uit de lucht halen. Ja. Welke techniek daarbij horen, weet niemand nog precies. Maar theoretisch klopt het natuurlijk. Dus wat Shell eigenlijk zegt, wij gaan veel te veel CO2 uitstoten dan Parijs toelaat. Maar om Parijs toch te halen, moeten we tussen 2070 en 2100 heel veel CO2 uit de lucht halen. We, onze kleinkinderen. Dus niet, we leggen het probleem niet bij onze kinderen neer, nee, bij onze kleinkinderen. Die CO2 opvangen, of het CO2 uit de lucht halen. Ja. Daar zit ons kabinet nu ook op. We gaan CO2 opvangen en daardoor gaan we minder CO2 uitstoten. Ja. Maar als dat gebeurt, uiteindelijk gaat het toch om die CO2-uitstoot? Is dat dan, is het zo erg om daarop te focussen? Nou, het is gewoon heel, het is niet zo verstandig om, als de technieken om olie en gas te vervangen door duurzaam, als die er liggen, om te zeggen, nee, dat gaan we niet doen. We gokken op een andere techniek die nog uitgevonden moet worden. Dat is een hele grote gok. En daar nemen steeds minder beleggers genoegen mee. Dat is de reden dat Aegon voor die resolutie stemt tegen de Shell-bestuur. Zeggen, wij vinden dat scenario dat jullie bedacht hebben, waarbij, nogmaals, onze kleinkinderen moeten het oplossen. Hoe weten we niet, maar wij zijn er toch niet meer dan. Dat dat veel te risicovol is. Dus jij zegt, we moeten niet gokken op die techniek in de toekomst. We moeten gewoon nu sneller verduurzamen. Ja, en het kan. En dat is een beetje het probleem bij Shell. Ze zien het als een soort corvée, dat klimaatbeleid. Van ja, we moeten het zo min mogelijk doen, want anders zijn we niet concurrerend meer. Terwijl het natuurlijk een enorme business opportunity is. Het wordt steeds duurder om die olie uit de grond te halen en de alternatieven worden steeds goedkoper. In 2050 zijn zonnepanelen die produceren elektriciteit die goedkoper is om te meten. Dus we hebben overvloed aan elektriciteit, kunnen we waterstof vermaken, kunnen we andere brandstoffen maken. Dus technisch is het geen enkel probleem. Overigens is het goed om te weten dat we Shell ook hebben gevraagd om in gesprek te gaan met Mark van Baal. Maar dat wilden ze niet. Jij gaat dinsdag natuurlijk, dan tref jij wel de Shell-top bij die aandeelhoudersvergadering. Waar hoop je op aanstaande dinsdag? Nou, ik hoop nog steeds dat een van die Shell-bestuurders 's nachts wakker wordt en een soort Willem II-moment heeft, zoals ik dat wel eens noem. Willem II werd in 1848 in één nacht van conservatief progressief, omdat hij de revolutie overal in Europa zag uitbreken. Okay. Dus ik hoop nog steeds dat een van die Shell-bestuurders zegt, jongens, het kan wel. Maar zolang dat niet gebeurt, hoop ik dat de beleggers dinsdag tegen Shell zeggen, die toekomst die jullie zien, die accepteren we niet meer. We vinden dat jullie echt moeten gaan veranderen. Als die resolutie dinsdag te weinig stemmen krijgt, dan kan het Shell-bestuur achterover leunen. En dan kunnen ze doorgaan met dat scenario waarbij ze eerst heel veel gas kunnen gaan produceren en pas ergens rond 2050 aan duurzaam hoeven te denken. Dankjewel, Mark van Baal. Jij ook. Bedankt voor het kijken. Volg ons natuurlijk op YouTube en Facebook en Twitter en al dat soort dingen. Wij zijn aanstaande dinsdag aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. Dus dan kan je ons ook zeker volgen. En tot ziens.